Een enorme militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Lange rijen met soldaten en tanks trokken voorbij. En natuurlijk was de president van Rusland, Vladimir Poetin, er ook bij. С праздником вас! С днем великой победы! Ура! De parade is dus in Moskou, de hoofdstad van Rusland. De Russen vieren dat ze 76 jaar geleden Nazi-Duitsland versloegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De dag van de overwinning is dit jaar extra belangrijk voor president Poetin. Veel Russen zijn de laatste tijd ontevreden over bijvoorbeeld hun salaris of hun leefomstandigheden. En daardoor is hij minder populair geworden. Later dit jaar zijn er hier parlementsverkiezingen. En dus doet Poetin er alles aan om zijn populariteit op te krikken. En in Rusland helpt daar niets beters bij dan een militaire parade, waardoor mensen zich trots voelen op Rusland en trots op hun president. Kinderen die langs de route staan, denken aan hun opa of overgrootvader die ook mee vocht in de oorlog. Мне очень приятно за своих прабабушек, прадедушек, за своих родственников тоже. Для тех, кто воевал за наш мир дальнейший. Я хочу быть танкистом. Потому что мне это очень нравится. Это очень интересно. Я хочу защищать родину.